Want je bent er een paar weken geleden en ik had je nog aan de lijn. Heb je bijna nog aan herinnerd? Dan was het 21 jaar geleden, denk ik. Ja, het was in 2002 was dat. Nou, toch even die beroemde goal van Mark Leipers. Even kijken. Lawal met de actie. Kan hij de bal goed voorgeven? Komt die bal goed voor? Is er ruimte en is het schot? Oh ja! Het is een doelpunt! Het is Leipers die de bal erin had! Komt die bal voor van Lawal? En Leipers knalt de bal kralhard onder de lat van Abiati. En is het 1-0 voorsprong van Roda? Het is de eerste keer dat er iemand de achterlijn haalt überhaupt van het een van de twee teams. En Leipers haalt zo verschrikkelijk hard uit. 1-0 staat Roda. Een herkenbare stem van Jack van Gelder nog in betere tijden. Ja. Maar laten we het vooral over voetbal hebben vandaag. Jou wordt natuurlijk heel vaak naar dit moment gevraagd. Maar jij was er natuurlijk ook bij. Hoe heb jij dit moment ervaren? Ja, het is eigenlijk onbeschrijfelijk. Want ja, het is niet een alledaagse wedstrijd. Nee. Sowieso niet. En als je dan in San Siro na 90 minuten wint. Ja, dat is natuurlijk... En volgens mij was er geen enkele Nederlandse club voor mij die na 90 minuten van AC Milan had gewonnen in San Siro. Ja. Waren wij de eerste. Dus goed. Klein smetje natuurlijk met mijn rode kaart. Waarvoor kreeg je nou rood uiteindelijk? Want niet voor die overtreding, hè? Nee. Meer voor het vragen waarom. En dat was een beetje verbaal eigenlijk. Ja, maar Donnie is eigenlijk... Nee. Daarom. Hij liep achteruit. Hij schrok een beetje angst. Hij schrok van je. Ja, een beetje angst, denk ik. Ja. Onvergetelijk.